De GSB vindt het heel belangrijk om aan church planting te doen. Omdat dat natuurlijk uiteindelijk de boodschap is in het evangelie. Ga dan heen, onderwijst alle volken, et cetera, de zendingsopdracht. Al meer dan 100 jaar verbindt de GSB wereldwijd kerken met elkaar om in alle volken het evangelie te verkondigen. Zending is een gezamenlijke roeping van christenen overal in de wereld. De GSB wil gelovigen helpen om samen gemeente van Jezus Christus te zijn, in woord en dienst. Vanuit de achterban van de GSB worden zendingswerkers uitgezonden over de hele wereld om te getuigen in woorden en daden. Daarbij staan 3G centraal: geloof, gemeenschap en getuigenis. Om deze werkwijze beter te begrijpen, zoomen we in op Albanië. I believe with all my heart God has placed the church in this country to make the difference not only among its own people, but to make the difference in the society. Van Albanië terug naar Nederland. Daar bereidt de Nederlandse familie Blom zich voor om te verhuizen naar Albanië. De GSB zendt Maarten en Gerdien uit om daar een gemeente te stichten. De nood in Albanië is heel groot. Ja, je ziet dat op zoveel vlakken, de armoede die er is, maar ook mensen die geen perspectief hebben, geen hoop in de toekomst. Dus is eigenlijk genoeg te doen. We zoomen in op Moucheta, een dorp in het berggebied ten zuiden van de hoofdstad Tirana. In het moslimgebied wonen ook een aantal christenen. Shaimira Husa is een van hen. It's a little bit difficult to talk about religion in this village because people, they say that they are strong Muslims, but in reality they never go to the mosque, what I see. Tot nu toe is er in Moucheta alleen een christelijk kinderdagverblijf. De veelal islamitische kinderen die daar komen, leren spelenderwijs het evangelie kennen. Shaimira staat aan het hoofd van het kinderdagverblijf en ziet het als de basis om het evangelie te verspreiden in Moucheta. What we did this year, we started with the children to show them who Jesus is, to talk about God. And we have joy in our heart to see that the children are growing up and talking about Jesus. And they want to show their faith to the families, and that's important. Maar het probleem is dat er in Moucheta geen kerk is waar de mensen naartoe kunnen. En dat is waar de GSB een roeping ziet. De GSB vindt het heel belangrijk om aan church planting te doen. Omdat dat natuurlijk uiteindelijk de boodschap is in het evangelie. Ga dan heen, onderwijst alle volken, et cetera, de zendingsopdracht. Het doel van het project is dat we een stabiele, stevige gemeenschap opzetten die vervolgens ook een getuigenis kan zijn voor de mensen daar weer omheen. Dat het niet één project is, maar dat het uiteindelijk een vuur wordt wat groter wordt voor nog meer projecten, voor nog meer nieuwe gemeentes. Op dezezelfde manier werkt de GSB in meer dan 40 landen. Het werk wordt uitgevoerd door tientallen zendingswerkers. Mooi, bemoedigend, maar soms ook moeilijk werk. Werk wat uw gebed, liefde en steun hard nodig heeft. Raak ook zelf betrokken bij het zendingswerk. Dat kan op allerlei manieren. Wilt u weten hoe? Kijk dan op de website gzb.nl en laat u inspireren.